Vanavond rond de klok van 10:30 is de brandweer gealarmeerd voor brand hier in Bergse Hoek. Daar zou sprake zijn geweest van een uitslaande brand. En dat is ook hetgeen dat de eerste brandweereenheden ter plaatse aantroffen. Er staat een garage in de brand in een bedrijfsverzamelgebouw. De brandweer zal in ieder geval de komende uren nog bezig zijn met bluswerkzaamheden. We staan op een industrieterrein. Het voordeel daarvan is dat hier gelukkig niet veel mensen in de omgeving wonen. Toch adviseren we altijd iedereen, heeft u last van de rook? Sluit uw ramen en deuren, schakel de ventilatie af en hou onze en uw berichtgeving in de gaten. Voor de tweede keer in korte tijd een grote brand in Bergse Hoek. Ja, dat is buitengewoon naar. Gelukkig voor de tweede keer geen mensen bij betrokken. Dus dat maakt het altijd even, ja, dat is toch de eerste aandacht die je hebt. Maar ook, er lijkt geen verband te zijn tussen de twee. Het is meer toevallig en vervelend. Twee grote branden, snel na elkaar. Ja, weet u wat er hier nu precies allemaal in brand staat? Ja, het is een loods waar onder andere een garagebedrijf in zit en een meubelmakerij. Het zit achterin. En wat er dan precies en welk bedrijf het begonnen is of staat, ja, dat zal uiteindelijk allemaal uit onderzoek moeten blijken.